Hallo allemaal. Ongeveer een maand geleden liet ik in de vlag zien dat ik deze zilveren koe ontving. Dat was vanwege het feit dat onze koe, Heldje 148, de prestatie geleverd had om 100.000 kilogram melk te produceren. Nou, vanmorgen is die koe, Heldje 148, opnieuw geïnsemineerd. Dus we hopen dat er over ongeveer 9 maanden weer een kalfje komt, zodat ze nog lang mee kan en nog meer melk kan produceren. En omdat ze vanochtend opnieuw geïnsemineerd werd, moest ik eraan denken dat toen ze een maand geleden op de foto moest, ik in die dagen voorafgaand aan het oefenen was om haar aan een touw vast te houden. Ik dacht, dan kunnen we mooi poseren en dan kan er een foto gemaakt worden. Nou ja, dat dacht ik. Ik zag dat eigenlijk al helemaal niet zo zitten, want onze koeien lopen normaal nooit aan een touw, dat zijn ze niet gewend. Boeren die met koeien naar keuringen gaan, die zijn eerst dagen, weken, maanden aan het oefenen om met die koeien goed aan touw te kunnen lopen. En nou, ik heb een poging gewaagd. Kijk maar eens hoe dat ging. Het ging dus niet. Ik wilde de koe vanuit de stal aan het touw naar buiten leiden. Nou, toen moest ik het touw al loslaten en dan ging het al mis. De koe ging meteen op de loop en ik moest me haasten om er nog weer voor te komen. Een dag later in het land hebben we nog eens een nieuwe poging gedaan. Mijn zoon was mee, die was aan het filmen. De koe die lag en ik pakte die koe bij het halster, deed er het touw een keer doorheen. De koe ging staan, bleef eerst even mooi staan, maar je ziet het al. De koe gaat met me op de loop. De koe is 12,5 jaar oud, nooit aan een touw gelopen. En die vindt het niet prettig om dan nu aan een touw te moeten lopen. Ik strijk nog wat over de kop en hoop dat de koe mooi rustig blijft staan. Maar ze is gespannen. Ze vindt het maar niks. En als ze dan haar kans krijgt, dan gaat ze te loop. En dan probeer ik nog staande te blijven. De andere koeien eromheen. Ach, ik moet loslaten. Hier weer een dag later. De dag dat ze op de foto moet, heb ik hier haar in een wei, waar het zal gebeuren. Ik heb er nog aan touw gehad. Nou, dat wordt helemaal niks. Af en toe staat ze even stil, maar gaat weer op de loop. Ik heb wel 10 of 20 keer gedacht, waar ben ik aan begonnen? Nooit doe ik zoiets weer. Nou, dan loopt ze daar. En dan staat ze mooi stil te kijken en dan denk ik, nou, zo kun je toch veel betere foto maken dan met de koe aan touw. Ik heb het touw nog eens weer een keer vastgepakt. Ik denk, ik probeer het nog één laatste keer. En als dat niet lukt, dan sluit ik die koe in een heel klein stukje op. En dan moeten ze maar zien hoe ze die foto maken. Nou, het is duidelijk. Ze vindt het niet prettig. De dag ervoor heb ik het een aantal minuten geprobeerd. En nu weer een paar minuten. En dan laat ik het daarbij. Het moet maar gaan zo het gaat. Volgens mij is deze koe best een fotomodel, zolang je haar maar niet vasthoudt. Nou, we gaan het meemaken. En dan in de middag is het zover. Dan staat de fotograaf en iemand van veehouderijbelangen erbij. En die meneer die schudt wat met een emmer met biks. En dat heeft de aandacht van de koe. De kop gaat mooi omhoog. Er worden wat foto's gemaakt. Nou, al die stress voor niks. En het is nog leuk ook. Terwijl ik eerst dacht, waar ben ik aan begonnen? En in een paar minuten tijd zijn er hele mooie foto's gemaakt. En de koe die vond het interessant. Want die hoorde het geluid van Bex. Wie de vlog nog niet gezien heeft waarin ik uitleg waarom die koe op de foto komt, moet die vlag ook maar eens opzoeken. En dan zijn jullie natuurlijk nog benieuwd naar de foto's van de fotograaf. Nou, hier volgen er een paar. Nou, dat zijn mooie foto's geworden. Het groen van het gras en de bomen. Ook de prachtige lucht op de achtergrond.
En natuurlijk de mooie omgeving waar we wonen. En een paar weken later werd ik nog verrast door de heus. Daar kreeg ik dit van. Een mooie foto van een koe in glas. De heus die heeft natuurlijk de brak geleverd. En door die brak geeft deze koeheldje 148 veel melk. En ook van Friesland Campina, die de melk verwerkt als zuivelproducten, kregen we een verrassingsmand met zuivelproducten. En dit is geen foto van de fotograaf, maar een stilbeeld uit de video die ik gemaakt heb. Nou, tot zover deze vlog over heldje 148 die met mij op de loop ging.